Hallo, ik ben Laura en ik heb gemerkt dat er de laatste tijd regelmatig water staat op de vloer onder mijn koelkast. Dat kan een probleem zijn met de rubberen afsluiting. Dat is deze afsluiting. Die zorgt ervoor dat de koelkast goed kan sluiten. Als dat niet het geval is, dan moet die extra hard werken om te kunnen koelen en dan kan er ijs komen aan de binnenkant. En wanneer die dan smelt, vormt dat een plasje water onderaan. Om te testen of dat hier het probleem is, kan je de biljettentest doen. Neemt een briefje. Steek dat tussen de deur. En als het, zoals hier, kan bewegen, dan is het tijd voor een nieuwe rubberen afsluiting. Ik heb online al eentje besteld. Als je dat doet, let er dan goed op dat dat voor het juiste merk en juiste model koelkast is, met de juiste afmetingen. En dan moeten we de oude eraf halen. We beginnen telkens langs de hoekjes en we werken toe naar het midden. Deze oude mag weg. Voor de nieuwe, zelfde systeem, beginnen aan de hoekjes. En naar het midden toe. Deze lijkt terug goed te sluiten om zeker te zijn. Kan je opnieuw de biljettentest doen? En dit briefje kan bijna niet meer bewegen, dus deze koelkast is gerepareerd.